wij zijn in Engeland. En dit is gewoon een speciaal jockeyzadel. We gaan we nog geld inzetten, Esme? Ja. Even nabespreken, omdat het natuurlijk wel renpaarden of racepaarden wel een soort van gevoelig onderwerp zijn. Hallo allemaal! Ik zit met Esme op Schiphol, een plek waar we niet vaak zijn eigenlijk. Mijn koffertje mee, een Star B gehaald. Ze hebben mijn naam goed geschreven. Esme de naam niet, dat is een beetje jammer, maar het gaat om het idee. Ik heb chocolademelkje. Ik ben net een uur op Schiphol en ik heb nu al €500 uitgegeven. Lach maar. Ik kom letterlijk met haar binnen. En jij zegt, ik ben mijn horloge vergeten, want ik ben hem kwijt. Hij ligt vast ergens, ik ben hem niet heel erg kwijt. Ik weet gewoon niet waar ik hem heb gelaten. Dus zij zegt, anders kopen we toch gewoon een nieuwe. Beetje voor de grap. Ik zeg, nee, ik wil even stoppen met geld uitgeven. Best wel goed bezig. Ik ben oprecht aan mijn boekhouding te zien goed bezig met even stoppen met een beetje geld uitgeven. En ik ben hier dus nog 1 uur en ik heb nu weer €500 uitgegeven. Maar ik heb €20 aan een boek uitgegeven. Dat gaat over je leven een beetje op orde hebben. Dat heb ik wel een beetje nodig. En ik heb een GoPro gekocht. De nieuwe, 7. Ik heb er met 3 bij. Maar die is een beetje aan het overlijden. De batterij is heel slecht. En ik vind sowieso de kwaliteit niet zo heel goed meer. Dus ik heb de 7 gekocht. En ik heb gelijk de Black gekocht. Want die heeft nog extra stabilisatie. En ik vind het eigenlijk wel chill om dat op het paard te hebben. Dus ik zal het zo eens even aan jullie laten zien. We gaan even chocolademelkje opdrinken. De Frappuccino. En dan gaan we straks het vliegtuig in die alweer vertraagd is. Ik heb nog nooit vertraging gehad volgens mij. Ik wel. Ook echt al een keer 3 uur of zo. Echt? Oh, nou, laat het dat maar niet worden. Nou, dit is de situatie. Ik heb hier gewoon even mijn kleding. Ik heb zelfs extra schoenen bij me. Oh, en dit is hem hoor. GoPro 7 in black. Ik ben benieuwd. Misschien kunnen we hem gelijk al uittesten. Op een rentpaard of zo. En ik kreeg deze er gratis bij. 128 gigabyte. Dat is best wel chill. Wij zitten in het vliegtuig. We hebben iets van 40 minuten vertraging of zo. Als het geen uur is of langer. We gaan zo vliegen. Ik ga mijn camera weg doen. Hoe laat is het überhaupt? 11 uur of zo? S'avonds. Kwart voor elf s'avonds. We landen echt pas. Nou, daar is het een uur natuurlijk weer eerder. Daar is het nu 9:45. Ja, dus we landen ook om 11 uur. Ja. Maar goed, ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Ik neem deze intro eventjes ietsjes achteraf op. Maar we waren hier ongeveer om 7 uur 's ochtends al. Wij zijn in Engeland. We hebben eigenlijk volgens mij nog niet helemaal echt verteld waarom we hier precies zijn. We zijn hier samen met Esme. En dit is Jane. Hi. En Jane is een goede vriendin van Esme van vroeger. Vroeger. En Esme wilde haar graag eigenlijk een keer gaan opzoeken. En zei, ga je mee naar Engeland? Want Jane, die werkt op de renbaan. Dus als je jezelf met je even voorstellen. Ja, hoi, ik ben Jane. Vrienden met Esme van vroeger. En ik woon in Engeland al 5 jaar. Ook wel aan haar accent te horen. Ja, sorry jongens, ik moet echt heel hard nadenken. Want ik denk gewoon in het Engels. Ik hou in het Engels, alles in het Engels. Dus ja, ik klink nu als een Engelse die Nederlands leert. Ja. En ik werk hier nu al 5 jaar. En eindelijk een keer aan andere mensen laten zien. Ja. Het is echt super leuk. En moet ook zeggen, we leren eigenlijk heel veel over de rensport hier. Rensport staat natuurlijk niet eigenlijk altijd goed aangeschreven, dat kunnen we natuurlijk wel zeggen. Maar we zijn hier net 2 uurtjes en op zich in ons hele beeld van de rensport is eigenlijk wel veranderd. En dat nemen we jullie natuurlijk eigenlijk gewoon mee in deze video. En we willen eigenlijk gewoon een beetje laten zien van hoe de rensport er in Engeland uitziet en hoe ze met de paarden omgaan. En het gewoon eigenlijk een hele interessante video maken voor jullie. Dus ja, ik wil gewoon dat jullie het leuk vinden en we nemen jullie gewoon mee hoe eigenlijk het hier eruit ziet. Nou, dit zijn dus de stalls. Renpaarden, dat is waar ze dus uitspringen op de races. En deze zijn voor ons voor de training. Dus als paarden dan leren om eruit te springen, leren ze eerst om rustig erheen te lopen. Dan wat meer geduld krijgen door erin stil te staan. En dan hebben we ze ook nog op de gallops. En daar leren ze om echt uit te springen. Dat doen ze hier niet, dat is hier te klein. Maar, mag erin? Kan dat? Ja, mag je erin. Nou, dan zit aan een van die 2 kanten, in het waar, zit een touwtje en als je dat intrekt, dan gaan alle deuren tegelijk open. Wie doet dat normaal dan? Hij gaat niet zelf open. Iemand die er normaal naast staat, die kan niemand aan een touwtje trekken? Zit er een touwtje nu of niet? Ja, nee, ik ga het nu niet doen, want als ik dat dan zo laat staan, dan is het, wat heb je gedaan? Oké. En dat zijn die paddocks daarboven? Ja. Het ziet er echt grappig uit, want het lijkt gewoon
het hek van een tuin. Een tuinbeschutting. En dit is gewoon wei, zeg maar? Ja, dit... ja, hier links, dat is eigenlijk niet gewoon bouwgrond waar we niks mee, echt iets mee kunnen doen. Omdat het wel heuvelachtig is. Ja. Dit is ons eigen pad, maar we hebben in twee verschillende kelders heen gaan. Dit is ons eigen pad, omdat we liever niet willen dat ze over de weg moeten. Omdat ze daar, het is gewoon te glad voor ze. Ja. Hey Paddy! Goedemorgen! En dit zijn dan wel paddocks. We hebben nog een wei daarachter. Die van momenteel, hier staat wel een paard in. Daar staat die oude in volgens mij. Hmm. Maar goed, zoals je ziet, het zijn wel veel paddocks, maar niet genoeg voor 130 paarden. Nee. Die grijze is zo cool. En dit zijn 2-jarige paarden. Ja. En nou, zie je, dit zijn, er staan hier 16 paarden. Uit deze 16 2-jarigen hebben er volgens mij 3 pas gerend, een race. Dus het is niet dat ze 2 jaar zijn en ze worden al meteen kapot gerend. Het verschilt ook echt per paard. Oh, deze heeft vorige week gerend en gewonnen, hè? Ja, jij hebt gewonnen. Heel braaf. Een knapperd is het ook, ja. Het is echt bizar. Ik zou inderdaad eerder zeggen dat ze 4 zijn of zo. Ja, ja, geen 2. Je kijkt er nu naar, je denkt niet van, ze zijn allemaal 2 jaar paarden. Nee. Heel anders. Als je ziet dan al een spieren moet krijgen. Marcus, kijk, dit is dus een probleem. Is dat iedereen moet dus tegelijk klaar zijn. Maar Marcus is dus vandaag wat langzamer. Ik weet niet waarom. Maar het helpt. En hoezo gaan er al die lagen op? Die handdoeken zeg maar voor het zweet. Mm-hmm. Want iedereen heeft zijn eigen zadel, zijn eigen pads. Mm-hmm. Of chabrakjes. Dus dat houdt dan het zweet tegen. En ook als ze dan misschien iets vatbaars hebben qua... weet je, als ze jong zijn en ze hebben ringworm of iets. Dan houdt dat ook tegen dat je eigen pads schoon blijven. Dat zit dan in die handdoek. Want die handdoek wordt... je hebt een andere schone handdoek voor elk paard, dat wordt elke dag gewassen. Mm. En dan gewoon een gelpad, gewoon omdat het beter is voor de rug. Mm. Dit is om ze warm te houden, de nieren warm te houden en dan gewoon het zadel. En die blijft ook op tijdens het... Ja, blijft er gewoon op. En niet tijdens de echte race, toch? Oh nee, niet tijdens de echte race. Als het zomer is, dan rijden we zonder. Ja, als het warm genoeg is, maar het is nu gewoon nog te koud. Ja. En dit is gewoon een speciaal jockeyzadel. Racezadel. Ja. Nou, toevallig, ik zeg, Mark heeft 2 jaar geleden in een charity race gereden. Dat is dus voor mensen die geen jockeys zijn officieel. Maar dan doen ze voor het goede doel in een race mee mogen rijden. En dan dus geld daarvoor ophalen. En hij heeft de race gewonnen. En daarvoor heeft hij dit zadel gekregen. Oh, sick. Oh, wat tof. Dus dit is gewoon echt een heel goed zadel. Just telling them that you won the charity race, that's how you got the saddle. I can tell them. I can hear everything. Dit is ook 2. Ja, kun je voorstellen, jij zou je 2-jarige paard opstaan te zadelen? Of 3-jarige paard al zo opstaan te zadelen? Wieser. Geboortedatum, moet je dan denken, wanneer worden ze ongeveer geboren? Meest vaak toch wel met z'n maandag, in het voorjaar. Dus dan zijn ze nu, worden ze 3 of zijn ze 2 geworden? Ze zijn nu 2 geworden. Oh my god. Dat is echt nog zo jong. Ze zijn eigenlijk, ja. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Echt letterlijk 2 jaar. Oh. En ze gaan allemaal tegelijk, Jane. Ja, nou hier lopen ze dus met z'n allen eerst rond, zodat ze dan verteld kunnen worden wat ze moeten gaan doen. En dan gaan ze met z'n allen naar buiten. Ja, deze is ook leuk. They're filming a YouTube channel. Worden ze 3 of zijn ze 2 geworden? Ja. Echt nog zo jong? Stand still. Sorry, ik kan het echt niet letterlijk 2 jaar. Oh, come on. Yes, it's been there, we got my tape, baby. Wow. This is Esco. You what? Channel 4. Yeah, Channel 4. They've come to film Esco, yeah, love. Okay. Are we going out? No, I'm fine. We're now going to paar die gaan snel werken op het gras. Dat betekent dus dat ze naast elkaar snel gaan werken. En dat is dus om te leren hoe ze over de race naast elkaar te rennen. Voor jullie waarschijnlijk heel raar om je mag me voorstellen dat je met je 3-jarige met zoveel mensen buiten gaan. Ja. Ik ben niet zo geïnteresseerd als 3 jaar, 3 maanden of zo. Dat is net gek hoor.
Topspeed is toch wel, ja. Ja, het is miles per hour, dus ik weet niet hoe dat nu zo snel gaat naar kilometers per uur. Maar 40, 42, topsnelheid. Dus wat is dat? Boven de 60? Echt? Oh ja. Let it go over there, we'll take that off. Yeah. Need the window. Oké, we staan dus nu bij het einde van de renbaan. Ze hebben eerst 1200 meter. Ze hebben eerst 400 meter vanaf het einde daar hier naartoe gegalopeerd, rustig. Mm-hmm. En dan stoppen ze hier en dan lopen ze het gras op. Mm-hmm. En dan gaan ze 1400 meter omhoog. 1400. En dan een stukje stappen weer. En dan nog stappen. Dat laatste 200 meter of 400 meter. 400 meter weer. En dan zijn ze alweer klaar. Ja, alweer klaar. Ze hebben al net 2 kilometer gerend. Maar dan gaan ze dus via de weg weer terug. It went well. Yeah. Did you get a good video? I hope so. You clean it on Sunday. Okay. Yeah. Up and down rather than forward. In a nice video of you all there. Well, I hope I am. We're gonna have to block out the sound because I keep talking every time I get a good shot. Have a look at the view of the dales. We ain't got anyone working here for Dale. You can do. I suppose it's got something to look at other than Masha and. Representing Zimbabwe. Is that a deer over there? Sorry about that. She went well there today, a lot better. She seems to like going from the front like that, like we did the other day, leading something. Yeah. She is a little bit gassy earlier, but she settles fairly easy. Alright, Rastaman! Wanna hack away? Yeah.
zitten hier in de auto te wachten. Want hier is een soort van oversteekpunt op de weg. Ik kan er niet eruit zien. Heel erg modderig. Ik moet niet van mij schrikken. Kijk, dan komen ze daar van de weg af. En dan gaan ze via een soort van ruiterpad, via hun eigen bos, gaan ze dus terug naar stal toe. Maar ik heb dus gisteren op het vliegveld natuurlijk een nieuwe GoPro gekocht. En eigenlijk ben ik er echt heel blij mee dat ik dat gedaan heb. Want ik weet niet of ik het had verteld, maar mijn huidige GoPro, de batterij is daar een beetje kapot van. Dus die gaat echt maar 10, misschien max 20 minuten mee. Dus ja, ze zijn eigenlijk denk ik echt wel bijna... Hoe lang zijn ze denk ik weg? Van echt van stal tot dat ze weer terug zijn op stal? Een klein uurtje of zo? Klein uurtje, ja. Klein uurtje. Als dit is Highmoor, dat is wat sneller. De andere duurt wat langer voordat ze erheen gedraagd zijn en weer teruggelopen. Dan ben je wel een uur kwijt. Ja, precies. Dus ik ben echt wel heel erg blij dat die GoPro op is. Want mijn vorige GoPro had niet eens de renbaan bereikt, denk ik. Dan was die alweer uitgevallen. En ik denk dat ik nu gewoon echt superveel toffe beelden heb. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Wel even een stal filmen hoor. Hoe groot die dan zijn. Mag ik hier over het gras heen lopen of niet? Ja. Dit is hoe een stal eruit ziet. Ja, echt kapot groot. Dat is echt heel heftig. Dit zijn, dus ook 2 jaar? Dit zijn ook al maar 2 jaar. Ja, ik denk het meer dat dit een nerds gym. Probably, you make a lot of people nervous. Oh, de cutie. Oudste is? 3. Oké, deze is 3. Want wil je misschien even vertellen, want je hoort natuurlijk vaak van de rensport dat ze dus met 2-jarigen al aan de slag gaan. Dus ik vroeg aan jou, gebeurt dat ook? Het gebeurt ook. Nou, nu hebben wij natuurlijk deze ochtend al 2-jarigen gezien en ze zien er niet uit als 2 jaar. Dus zou je daar misschien iets meer over kunnen vertellen? Ja, nou, het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp binnen de paardensport met 2-jarigen om dat zo te doen. Maar het wordt allemaal heel professioneel gedaan. Alle paarden worden vanaf baby of aan worden ze professioneel behandeld. Er zitten hele lichte ruiters op en weet je, paarden groeien totdat ze 5 zijn, maar hoe licht de ruiters zijn en de manier waarop ze ingereden worden, zijn ze eigenlijk al wel klaar om dat soort dingen te doen. En we vragen eigenlijk alleen maar natuurlijke dingen van ze. We vragen ze om vooruit te gaan. En dat is wat ze al doen vanaf de dag dat ze geboren zijn. Het zijn vluchtdieren. En ja, weet je, het is en blijft een gevoelig onderwerp. Wij zeggen altijd, als mensen een probleem mee hebben, dan zou je eigenlijk ook niet op een paard moeten gaan zitten. Want het hele object van op een paard rijden is niet natuurlijk. Nee. Dus als dat een probleem, als iets met 2-jarigen doen een probleem is, dan is dat ook een probleem om dat met een 3, 4, 5-jarig paard te doen. Maar het was ook zo dat een 2-jarig paard is gewoon heel snel, zeg maar toch? Is gewoon het snelste op die leeftijd. 2 tot 3 jaar zijn ze gewoon op hun top voor deze bepaalde sport. Maar dat betekent niet dat als ze klaar zijn met de rensport dat ze afgemaakt worden of zo. Dat is een heel erg misconcept, hoor je vaak. Dat mensen denken van nou, ze zijn 5. Ze gaan met pensioen, ze worden afgemaakt, maar dat is niet zo. Ze gaan vaak, worden ze eigenlijk, worden het eigenlijk gewoon sportpaarden of recreatiepaarden. Sommige eigenaren houden ze gewoon voor zichzelf voor de wei of ze doen ze worden ingereden als, of doorgetraind als normaal sportpaard. Sommige worden echt gewoon, niet huisdieren, maar dat ze gewoon echt een weitjes hebben en... Sommige worden fokmerries, als ze heel goed gepresteerd hebben gaan ze gewoon de fok in, de hengsten, de merries. Dus ze hebben gewoon een goed leven daarna ook. Ja, dus ze gaan ongeveer totdat ze 4, 5 zijn en dan kijk je of ze mee kunnen fokken. Ja. Anders gaan ze door tot ze 8, 9 zijn. Ja, als sommige zijn ook met 4 gewoon zijn ze al klaar dat wij het idee hebben van nou weet je, jij bent nu klaar, je hebt je beste jaar gehad, we gaan je ook niet meer pushen. En dan ben je gewoon klaar en dan gaan ze gewoon een ander leventje leiden. Maar het is inderdaad gewoon zo dat ze 2, 3-jarige leeftijd zijn ze gewoon op hun top vaak. En er is ook gewoon veel prijzengeld te winnen in 2-jarige races. Dus er is gewoon veel interesse voor mensen en eigenaren om hun paarden op 2-jarige leeftijd te laten rennen. Ja. En daarna gaan ze dus als recreatiepaard, maar ook vaak ook als polopaard of als... Ja, kleine, de renpaarden die dus een slagje kleiner zijn, die zijn interessant voor polo. Want die zijn klein, snel en wendbaar. Dus je ziet vaak als wij naar de sales gaan,
Waar dus eigenlijk alleen maar renpaarden naar verkocht worden. Het is heel professioneel, niet paardenmarkt op de Nederlandse, weet je wel, in het marktje. Dat is gewoon heel professioneel, allemaal stallen. En dan gaan ze in zo'n ring rond. Mm. Ja, daar komen vaak ook polomensen heen om te kijken naar de kleinere Engelse renpaardjes. Om dat dan weer mee door te nemen in de polosport. Ja. Ja. En hoeveel geld gaat hier nou echt zeg maar in om? Miljoenen. Ja, miljoenen. We hebben dus net dit ijzer gekregen van Jane. Dit is van welk paard is dit? Lawrence. Ja, en deze, we houden er eentje. Die houden waarschijnlijk en deze ook dan misschien in een winactie weggeven. Want dit paard is voor 6 miljoen euro. Of ja, pond. Verzekerd. 6 miljoen euro. Dat paard heeft, het paard is nu 4. En 4 jaar, 6 miljoen. En heeft 5 Group 1's gewonnen. Nou, Group 1 is dus eigenlijk de top van de top in de rensport. Want je begint zeg maar... Nou, de makkelijkste race is een klas 6. Klas 6. In klas 6. En dat gaat dan op naar klas 1. Mm-hmm. Dan heb je group 3, group 2, group 1. Mm-hmm. Oh, en hij heeft 5 group 1's gewonnen al. Ja. Van de klasse 1. Ja, dat group 1 is dus het hoogste van het hoogste. Ja. Nou, en ik zal even... Ik knip dit er maar uit, want ik ga even googlen. Hoeveel prijzengeld dat paard nu gewonnen heeft. Oh, staat hij hier ook op stal? Ja, staat daar. Mogen ze dat niet weten, hoeveel prijzengeld hij gewonnen heeft? Ja, wel, maar ik weet het uit mijn hoofd niet. Oh, nee. Okay. We hebben daar een 2-jarige Mary staan. Heeft nog nooit een race gelopen. Loop zo naar beneden. Nog nooit een race gelopen. Maar puur omdat hoe zij gefokt is, is zij voor 3,2 miljoen verkocht. Verkocht. Wij hebben nu, ja. Verkocht. Tenminste, ze staat nu bij ons. De eigenaren hebben er voor 3,2 miljoen gekocht. Gekocht. Oh my god. Ja. Ja, maar wij hadden het net over. Werken hier echt veel mensen op een dag. En als je die allemaal moet betalen, moet er ook echt veel geld in omgaan. Ja, als je even een paard verkoopt of koopt voor 3 miljoen euro. Of pond, dan heb je ook wel even. Ze heeft 1,5 miljoen gewonnen in 2 jaar dat ze nu... of tenminste, ze is 4 jaar oud. Ze heeft 1,5 miljoen gewonnen in de 2 jaar. Oh, het is een Mary ook. Ja, Mary. Van de en daardoor ook dus veel geld waard. Dat je ja, gewoon kan mee fokken. Hey baby. Ja, 1,5 miljoen aan prijsgeld. Ja, echt ziek. Ga je ook zien zo snel mee? Ja, ik ben 3 en jij bent nog helemaal niet eens op de renbaan geweest. Oh. Ja. Nou, maar je kijkt, wat je zei, echt of ze er klaar voor zijn inderdaad. Ja, nee, als wij denken van ze zijn niet klaar voor, dan gaan ze ook niet, weet je. Hey baby. Nou, dus deze was daar gewoon nog niet klaar voor op 2? Nee, als je naar haar kijkt, je ziet gewoon dat ze best wel... Ze is hoog op de benen, een beetje dun op de benen, een beetje hertachtig. En toen zij 2 was... Je kan mijn schoen niet eten. Was ze ook zo, maar toen zag ik me dus ook nog niet echt klaar voor. Ze zag ook nog echt dat ze aan het groeien was. Ja. Dus we hebben gezegd, even rustig aan met deze. En ze heeft een vakantie gehad. Het is een beetje gegroeid en nu ziet ze er een stuk beter uit, hè? Cutie pie. Hey. Oh. Wauw, wat ben je mooi. Hij heeft een soort hartje op zijn voorhoofd. Oh. Wat grappig die bles. Kom maar. Kom maar kijken. Hallo. Hallo, knappe Mary. Zo, ziet er echt mooi uit, man. Kom aan, baba. Hey. Ja, wow. Dat heb je echt heel erg naar die arts. Ze worden ook elke dag gedesinfecteerd. En ja. De veearts kan hier dus gewoon zelf naar binnen komen. En de spulletjes neerzetten. Oh, mag ik hier een foto van maken? Want dit is echt wat voor mij natuurlijk. Ze hebben hier dus een eigen medical kamer. Om dus wat kleine operatietjes te kunnen doen. Het ruikt ook al. Het ziet er niet zeg maar schoon uit. Maar het is wel. Het is nu, als er iets gedaan wordt, dan wordt het gewoon helemaal gedesinfecteerd. Het is niet dat er hier iets dagelijks gebeurt natuurlijk. Nee. Nou ja, en als wij zelf iets zien qua kleine wondjes, alles wordt meteen schoongemaakt, gescrubbed, gedroogd, gespreid, alles wordt opgeschreven. Zodat wij ook echt weten van, we zijn hiermee, dat niks kan gemist worden, zeg maar. Alles moet opgeschreven worden. We zijn dus net eventjes thuis geweest, bij Jane thuis, daar slapen wij ook. En nu zijn we dus op een plek waar je dus... Of een soort elektronisch simulator iets op een racepaard kan zitten. Dus ja, waarom gebruiken jockeys dit gewoon om te oefenen of zo? Om te oefenen, om hun houding te verbeteren, om te leren hoe ze in een ritme moeten rijden en ook voor hun eigen fitness. Ja, dus dat gaan wij doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Because we're riding shorter, we have to be balanced. If we're not balanced, I'll be going whoa. Or I'll be going whoa. Grappig. We have so much pain tomorrow. Wij zijn op de renbaan. Mijn officiële wedstrijd. Dit is de Ripon. Ripon Race Cars. Ripon Race Cars. En hier zo lopen de paardjes dan. We zijn echt net binnengekomen.
We gaan we nog geld inzetten, SW? Nou, de eerste ronde nog niet. Nee? Nee, misschien tweede of zo. Ja, maar de eerste ronde is wel ons paard rennen. Je rent hun paard mee. En de laatste pas, maar die zien we waarschijnlijk niet meer. Oké, okay, dan moeten we nu geld in gaan zetten. Nou, als die paarden zo de baan opgaan, dan kunnen wij nog een gokje vinden. Oké. Okay. We hebben nog wel 5 minuten. We hebben nog wel 5 minuten. We hebben nog wel 5 minuten. Oké. Okay. Nou jongens, misschien ben ik rijk hierna, maar ik denk het niet. We zijn dus nu allemaal opgezadeld en alle jockeys komen zo meteen naar binnen. Die zijn allemaal gewogen. En hier stappen de jockeys er dan op. En dan gaan ze door dat hek heen meteen de baan op. En zo lang duurt het van tijd hier? Ja, altijd. En ze doen hier ook iets dat heet best turned out. Dat betekent het paard wat hier het beste uitziet, dat krijgt dan een prijs. Of tenminste, degene die het paard verzorgt, krijgt dan prijzengeld daarvoor. Het kan 20 pond zijn, kan 100 pond zijn. Dus dat verschilt? Ja, kijk, als het zo als dit een wat kleinere race is, dan is het vaak 20 pond. Maar ja, als jij op Royal Ascot loopt, dan heb je een turn-out van 250. Dat is ons paard. En waarom is die geknot en de rest niet? Omdat wij dat wel zo graag willen. Wij vinden dat wel mooi, sommige stallen doen dat niet. Hi Emily. Hi. What are you doing? Okay, wat ga je doen? 10 pounds each way. Each way. Each way. Op number 2 zetten. Of paarden? Ja, paarden. Oh, hi. 10 pounds each way op number 2. En 5 pounds each way. 5 pounds each way. Thank you. Nu hoop ik dat je wat terug gaat. Oké, okay, ik ga proberen een beetje uit te leggen hoe het wedden hier zo werkt. Je hebt een favoriet en dat is hun paard. En daar kan je geld op inzetten, maar omdat die favoriet is, is je opbrengst niet zo heel erg hoog. Dus je hebt ook paarden die absoluut niet favoriet zijn, waarvan ze verwachten die dan laatste worden. En als je er bijvoorbeeld 1 pond op zet, dan kan je dus, en die wint in 1 keer, dan krijg je echt iets van 66 pond terug. Terwijl als je dus 1 of 10 pond zet op de favoriet, krijg je misschien maar 15 pond terug, zo toch? Ja, zo is hoe het werkt. Dus nou goed, ik heb even voor de veilige keuze gegaan. En ik heb gewoon op de favoriet gestemd. En we gaan zien of ik er wat aan overhoud. Anders ben ik maar 10 pond kwijt. En niet zo heel ernstig of zo. Ik zit niet achter. Oh nee, Bukken gaat verliezen. Oh, here comes, here comes, here comes. No! Woo! Oh, gaaf! Ik voel me een beetje stom nu. Nummer 2 is 1 en laatste geworden en nummer 4 is eerst geworden. Terwijl 4 mijn geluksstal is. Ik had gewoon naar mijn geluksstal moeten luisteren. Dus wat ga je doen? Ja, weet ik niet. Nog een keer inzetten. Misschien. Bizar dat deze paarden 2 jaar oud zijn. Je hebt over neer. Water, oh my god. Het is een idee. Ik moet fetiche gaan doen. Waarom ben jij voor? Let's go. Hello, was a second. Jongens, mijn paard heeft gewonnen! Mijn bonnetje zien te vinden. Jij stapt dit. Hij was favoriet, ik weet niet zoveel. Ik heb halfway gedaan. 20. Nee, nou, staat er niet op. Oh, moet je gewoon even gaan kijken. Hij heeft gewonnen, yay! Maar je krijgt meer dan 10 terug, dus dat is oké. Okay. Yes, ik heb winst gemaakt, maar ik heb eerder al 10. Ik heb eerder al 10 verloren, dus we gaan het even zien. Zeker 3 pond winst gemaakt. Hallo.
We zijn in één keer 2 dagen verder en ik ben weer met mijn eigen paardenkinderen op stal. Daar staat Oltje. Komt eigenlijk omdat we op vrijdag dus echt onze paardendag hadden. Dat we dus een rondleiding kregen over de stal heen en 's avonds naar de races toe gingen. En zondag hebben we eigenlijk helemaal niks met paarden gedaan. We hebben lekker gewinkeld in het in Newcastle. En we zijn 's avonds sowieso nog even een barretje ingaan, of de pub ingaan om het zo te zeggen. Dus gisteren werd ik best wel een beetje later. Vanochtend moesten we weer vroeg in het vliegtuig. Dus echt maar 3 of 4 uur geslapen of zo. Maar het was natuurlijk ook nog een beetje gewoon leuk gezellig met vriendinnen. Dus ik heb dat allemaal niet gefilmd. Ik heb eigenlijk alleen een beetje het rond de paarden gefilmd. Ik wil nog wel eventjes natuurlijk een beetje soort van nabespreken. Omdat het natuurlijk wel renpaarden of racepaarden wel een soort van gevoelig onderwerp zijn. Maar ik ben er eigenlijk met een hele open mind ben ik erheen gegaan. Ik heb natuurlijk wel al veel verhalen gehoord van renpaarden. Gaat het goed, jongens? Oh, zijn jullie lief tegen elkaar? Een soort van. Maar ik heb natuurlijk wel het een en ander meestal negatieve verhalen gehoord over renpaarden en hoe dat dan precies zit. Dus ik ben er wel een beetje met een open gedachte ingegaan. Dus ik zal een beetje van nog zeggen wat ik er nou eigenlijk van vind. Nou, de dingen die ik eigenlijk wel heel goed vind zijn hoe de paarden daar hebben. De paarden hebben het echt super, 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 super goed. Ze worden daar echt als koningen eigenlijk behandeld. Je hebt daar 130 paarden en er zijn echt vreselijk veel mensen die die paarden allemaal verzorgen. Ze worden gereden, ze worden gewassen, ze worden nog s'avonds een keer gepoetst, we krijgen lekker genoeg eten, ze worden nog een keer gestapt en dan gaan we een keer gaan grazen en dat soort dingen. En ik moet ook zeggen dat de 2-jarige volbloeden, want volgens mij zijn al die renpaarden zijn volbloeden, zijn heel anders dan 2-jarige paarden zoals wij ze kennen. Haalt natuurlijk niet weg dat volgens mij aan de binnenkant van die paarden, dus echt de bottenstructuur, weet ik natuurlijk niet in hoeverre dat ook echt anders of beter verder ontwikkeld is of zo. Maar hoe ze eruit zien, zien ze eruit alsof ze een 4-jarige hier uit zou zien. Dus ik heb zoiets met 2-jarige paarden races rijden. Ik snap het dat op zich die paarden tussen 2- en 3-jarige leeftijd op hun snelst zijn. Dus dat er dan veel geld mee te verdienen is en zo. Het is natuurlijk aan de ene kant ook een soort business. Aan de andere kant gaat het wel tegen mijn natuur in. De paarden komen ook niet echt op paddocks en op weilanden. Omdat het eigenlijk gewoon, die paarden die denken als ze naar buiten gaan dat ze dan gaan racen. Dus in de paddock of in het weiland is een grote kans dat ze dat ook gaan doen. En dan zijn ze toch wel soort van te bang dat ze dan zichzelf aantikken of wat dan ook. En nou, het zijn echt hele dure paarden staan daar. Duurder dan vaak gewoon op normale dressuur of springstallen bijvoorbeeld in Nederland of waar dan ook. Er staat echt letterlijk een paard daar dus. Volgens mij het beste paard daar van stal is voor 6 miljoen euro verzekerd. Dat is echt belachelijk veel geld voor een fucking racepaard van net 2 of 3 jaar oud. 6 miljoen euro. Dus dan heb ik zoiets van er zijn gewoon heel veel dingen waar ik het soort van wel mee eens ben en waar ik het niet mee eens ben. Op zich, hoe die paarden geraced worden, heb ik dan weer wel een soort van, dat is best oké. Wordt heel goed voor ze gezorgd tijdens die races en eigenlijk gaan ze natuurlijk alleen maar vooruit. En de jockeys zijn heel erg klein en zitten ook eigenlijk de paarden absoluut niet in de weg. Maar wat ik dan bijvoorbeeld wel weer heel erg jammer vind om te zien, is het zweepgebruik. En daarin zit ook wel een volgens mij met springen is dat ook zo dat je maximaal 3 keer de zweep mag gebruiken. En tijdens races mag je maximaal 7 keer die zweep gebruiken. En het klinkt altijd heel erg hard. Of het paard het ook voelt dat het heel erg hard is, dat weet je natuurlijk niet. Ze zeggen van niet omdat paarden ook heel erg onder de adrenaline staan op dat moment. Dus dan voelen ze die zweepslag bijna niet. Maar goed, ik vind het altijd wel een beetje zielig eruit zien. Dat de paarden kapot zijn op hun 7e jaar, dat zegt ze dat dat ook allemaal wel heel erg meevalt. In ieder geval dat dat bij hun eigenlijk niet is. Dat een paard als hij zijn racecarrière voorbij is, in ieder geval niet wordt ingeslapen of wat dan ook. Dat ze eigenlijk gewoon teruggaan naar de eigenaren, gewoon lekker weidepaars worden. Omgetoverd worden naar sportpaarden, de fokkerij ingaan of wat dan ook. En dat er eigenlijk vrij weinig paarden met echt heftige blessures weggaan of zo. En ik vroeg ook van hoeveel races doen zo'n paard dan in het jaar? Nou ja, sommige paarden racen maar 1 keer in het jaar, sommige 5 keer in het jaar. Dus het is echt niet zo alsof ze elk weekend op race gaan zoals voor wel weer veel springen en dressuurpaarden in Nederland of waar dan ook wel elk weekend op wedstrijd gaan. Zo is er natuurlijk eigenlijk over elke sport iets te zeggen. Ik vind bijvoorbeeld, ik ben niet zo'n hele grote fan van met stang en trens rijden. Denk ik, die paarden daar worden bijvoorbeeld niet met stang en trens en met sporen gereden. Dus zo is eigenlijk van elke sport natuurlijk wel iets te zeggen. Ik ben er met een hele open mind heen gegaan. Ik heb een beetje gezien hoe het daar is. Ik moet zeggen dat de sfeer daar super, super, super leuk is. En dat veel fijner is dan de sfeer op een dressuur- of springwedstrijd. Dus dat vond ik eigenlijk wel tof om dat te ervaren. En om ook eigenlijk soort even te wedden op zo'n paard. Vond ik wel grappig omdat ik daar toch was. Omdat dat toch natuurlijk eventjes hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. Ik heb op zich wel een redelijk goed beeld gekregen van de racesport. Ik heb natuurlijk niet echt alles kunnen filmen. En omdat jullie aan
aan jullie te laten zien. Deze video is ook echt niet bedoeld om, weet ik veel, jullie over te halen. Om te zeggen dat de race wordt minder erg is dan dat je denkt. Maar het is echt puur ter interesse, educatie misschien een beetje. Van hoe is dat nou? Hoe gaat het daaraan toe? De racesport of rensport in Engeland is wel veel groter dan dat die in Nederland is. Dus het is sowieso wel veel grotere business daar dan dat het hier is. Maar goed, ik denk dat jullie wel een beetje gezien hebben hoe en wat. Ik hoop dat jullie het ook natuurlijk een hele leuke video vonden. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Ik ben dus nu weer terug in Nederland. Het was maar een klein weekendje was het. Omdat ik dus vanmiddag ook nog een meet and greet had. Dus ik was gelijk vanuit het vliegveld ook 3 uur geslapen had. Gelijk door naar Bunschoten om een meet and greet te geven. Nou, dat ging allemaal op zich best prima. Ik ga de paarden hun stal even uitmesten. En dan ga ik naar huis toe. Dan ga ik even een power met napje doen. En dan s'avonds lekker chillen. Ik heb even een pizzaatje gehaald voor mezelf. Morgen ben ik redelijk vrij. Ik hoef alleen even 's ochtends naar de fysio toe te gaan. En 's middags ga ik denk ik met Marley buiten rijden. Want ik wil eigenlijk gewoon even wat meer galoptraining gaan doen met Mar. Omdat ik gewoon heel vet vind hoe dat daar ging. Galoptraining is natuurlijk ook voor Mar heel goed in verband met de cross. En oh, hallo. En het lijkt me wat tof om dan misschien een keer mijn beugels even wat korter op te steken. Dat ik misschien een soort jockey sit kan doen op Marley. Kijken hoe dat voelt. Maar je hebt natuurlijk hele andere zadels daar. Dus ik weet niet of dat met een springzadel gaat. Maar goed, ik ga het misschien morgen proberen met Mar. Ik denk dat ik dat ook wel ga filmen trouwens. Ik heb trouwens heel dit weekend deze jas gedragen en deze joppers gedragen. Ik denk dat jullie misschien wel bekend voorkomt. Het is namelijk de regenjas van Bussen en de joppers van Bussen. We gingen naar Engeland toe en er was gezegd dat het echt heel het weekend ging regenen. Gelukkig is het helemaal meegevallen. We hebben denk maar een heel klein beetje miser gehad. Maar echt niet zo stortregen als dat ze hadden opgegeven. Zelfs nog een beetje zon af en toe gehad. Dus ik had een regenjas meegenomen. Want ik had eigenlijk helemaal geen regenjas. In ieder geval geen... Ja, misschien ver weg heb ik wel ergens een regenjas, maar geen fancy regenjas. Dit is dus die regenjas van Bussen. Die heeft eigenlijk meerdere voordelen. Bijvoorbeeld dat hij dus eigenlijk helemaal niet echt als regenjas eruit ziet. Want hij is gewoon echt heel erg mooi. Super zacht stofje ook, dus niet zo'n hard ding of zo. Er zitten reflecterende strepen op, zodat als je dus met je paard in het donker of zo, dat ook nog allemaal goed te zien is. Hij heeft zakken zowel hier zo als aan de binnenkant. Hij heeft van die mouwdingetjes. En ook hier zo dat je zo je duim doorheen kan steken. Hij heeft aan de zijkant van dit soort dingetjes. Dus je kan ook met een beetje soort van speciaal voor ruiters. Dat het zo mooi op je aansluit. En ik vind hem echt, echt, echt heel erg lekker zitten. Hij heeft een capuchon. Die kan je er volgens mij ook nog van afhalen. Of je kan hem zo er terug in inrollen. En het heeft natuurlijk echt een superleuk kleurtje. Dus ik ben heel erg blij met de regenjas dat ik dit weekend mee had. Ook al had ik natuurlijk niet echt... heel erg nodig uiteindelijk omdat het niet echt ging regenen. En ik had dus deze joppers meegenomen. Want ik heb nog andere joppers. En die lopen echt fantastisch. Daar kan ik echt een marathon op rennen. Dus ik had zoiets van ja, maar die joppers zien er echt niet meer uit. Die zitten ook onder de stront en wat dan ook. En ik had zoiets van ja, die wil ik dus niet in mijn koffer meenemen. Dus ik ga ze aandoen. Maar ja, dan maak ik ook weer de mensen in het vliegtuig niet echt daar blij mee. Dus ik had deze joppers van Bussen natuurlijk gekregen. En die zagen nog hartstikke netjes uit. Maar normaal gesproken moet ik echt... wekenlang joppers, laarzen, gewoon normale sneakers moet ik echt inlopen. Want ik krijg super snel blaren en zo. En ik had dus echt een beetje vrezen ervoor. Dus ik had ook nog andere schoenen die dus schoon waren in mijn koffer toch gedaan. En ik heb echt 0,0 last gehad van blaren. Ze lopen super fijn. En omdat we dus ook naar een race toe gingen, had Janus gezegd van... misschien wel fijn als jullie een beetje iets netjes meenemen. Want mensen die zijn altijd heel erg netjes gekleed als ze naar een race toe gaan. Dus ik dacht, nou chill, dan kan ik die joppers meenemen. Want die zien er nog super netjes uit. En ik kreeg echt super veel complimenten van mensen over die joppers. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ze lopen echt heel erg lekker. Ik zal even de linkjes van de joppers en van de jas nog even in de beschrijving zetten. En er komen ook nog 2 winacties aan. Ik ga nog niet precies zeggen wat er in die winactie zit. De 1 winactie heeft ook helemaal niks mee te maken met wat ik net allemaal verteld heb. Zit jij mijn jas te knabbelen? Maar goed, ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Hou mijn Instagram dus even in de gaten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!